dat toch het leven toen de tijd was wel armoedig, maar het was veel gezonder. Het was veel beter voor de natuur. Nou, ik denk dat we daar in onze tijd toch wel een lesje kunnen leren. Nou, ik ben wel in het begin heb ik het meegemaakt in de jaren 60, maar ik ben pas in 97, en dat is dan al 25 jaar geleden, ben ik dus in het bestuur gekomen van de stichting Openluchtmuseum Oud-Marsum. En die bestaat dus nu 25 jaar. He, want het was vroeger dus alleen maar een los hoest met één gebouwtje erbij. Want dit hebben we dus zelf niet uitgedacht. Dit zijn allemaal gebouwen die in de omgeving hebben gestaan. Het is allemaal zo anders verloren gegaan zijn. En nu hebben we het dus hier mooi ondergebracht. En ook allemaal met vrijwilligers. En met subsidie natuurlijk. Ja. Ja, we gaan nu naar het Los Hoes, het begin van het Openluchtmuseum Oud-Marsum. Ja, en een Los Hoes is dus is een open ruimte, hè, en in die open ruimte daar leefden de mensen samen. En dat was een heel armoedig leven in die tijd, hè, want hier werd geslacht. Hier op deze lemen vloer, als er dus rogge verbouwd werd, dan werd hier gedorst. En van de koornaarden en van die korrels, daar werd meel gemalen en er werd zelf ook brood van gebakken. Nou, dus het is eigenlijk een prototype voor een heel verstandig leven. Er kwam vroeger geen stikstof aan te pas. Ja, Los Hoes is opgebouwd uit gebinten. En gebinten, die zijn allemaal genummerd. Kijk, er staan dus nummers op. En dit wordt als een bouwpakketje in elkaar gezet. Want hier zitten dus van die houten spiegels zitten hierin. Dus als de grond rondom de boerderij niet meer zo vruchtbaar was, dan pakte je gewoon het hele huis op de wagen en dan ging je gewoon een paar kilometer verder, bouwde je het weer op. Dus, Kijk, dit is een schaapskooi. Kijk, en dit hebben de vrijwilligers ook gemaakt. En als je daar dus een centje in gooit, dan dan begint er wat te draaien. Nou, dit wordt dus ook helemaal door de vrijwilligers bijgehouden. En dit is natuurlijk ook voor de kinderen is dit hartstikke leuk. Hè? Want dan hebben ze toch een beetje een idee van. En dan lopen we nu even naar het begingebouw. Waar de bezoekers allemaal het eerst komen. En daar draait ook een kleine introductiefilm. En dan heb je toch een beetje een indruk van hoe het dagelijkse leven op de boerderij was. Nou, we hebben al een beetje gevierd. We hebben dus een officiële bijeenkomst gehad op 6 mei voor genodigden. En daarnaast hebben we dus op 2 september hebben we hier onder de Kapberg een vrijwilligersfeest gehad. En we krijgen dus nu aanstaande 10 september hebben we dan een open huis en dan is iedereen van harte welkom en dan staat alles open en dan kost ook geen entree. En dan zijn er ook mensen die vertellen hoe het allemaal hier reilt en zeilt op dit moment. Voor een heleboel mensen is het waarschijnlijk dan ook toch wel misschien een hernieuwde kennismaking, maar we hopen dus dat ook heel veel jonge mensen komen om te kijken van was dat nou vroeger zo? Dat is toch de boodschap meenemen. Want je leefde in je eigen wereldje en je zorgde dus ook voor je eigen eten. Nou, ik denk dat we daar in onze tijd toch wel een lesje kunnen leren.